Ik maak gewoon een hele goede klomp. Zit bij ons in de familie. Dan gaan we terug naar mijn overgrootvader. Die is in 1882 al begonnen met fulltime klompen maken. Ja, je moet denken, toen was alles nog handwerk. Mijn opa heeft ons ervoor gezet, mijn vader. Ik ben dan de vierde generatie Nagens. En ik heb drie jongens, dus we wachten maar even rustig af. Nou, we hebben zo de blokken. Die gaan dan in de kopieermachine. Kopiëren zegt het al, een kopietje maken. En dan krijgen we dus zo de buitenvorm van de klomp. Klompen, dat blijft wel bestaan. Ideale dracht. Een paar goede klompen, loopt goed, is gezond voor de voeten. Winterdag geen koude voeten, zomerdag geen last van zweetvoeten. Nee, dat blijft wel. Maar de markt is veranderd. Ik zeg wel eens, er is een tijd geweest, had de mensen een stropdasje voor hadden, hadden ze geen klompen meer aan, dat was onder de maat. Maar die mensen zie je allemaal weer terugkomen en zeggen van, is ideaal. Goed, zo hebben we dus de massieve klomp, die gaat dan in de boormachine, de voorboor. Dat is heel wat anders dan vroeger met het handwerk. Maar mijn opa is rond 1927, 28 al begonnen met de eerste machine. Moet een goede klomp maken. Dat is het enige belangrijkste verteld. Goede klomp, goede pasvorm erin waar de mensen op kunnen lopen. Als je de mensen één keer een klomp verkoopt waar ze niet op kunnen lopen, wat gebeurt er? Die gooien ze een hoek van de schuur neer en ze kopen nooit geen andere paar meer. Hier komt er precies een pasvorm in. Nu met deze machine moet je dus met de armen en met de heup moet je hem aansturen. Vroeger toen mijn kinderen klein waren, zei dat papa staat erachter de dansmachine. Het is wel zo dat ik de hele dag gedaan heb. Ik hoef je s'avonds niet meer naar de disco te doen. Ik klop normaal de hele dagen op klompen nog. Nou, een keer dat Facebook met goede pak aan, dan heb ik ook al een paar schoenen om aan te doen. Alhoewel, pas wat ook goed staat in het pak. Nou, en dan kunnen ze drogen. En dan kun je er zo op lopen of ze worden nog geverfd. En dan schilderen ze allemaal aan het werk. Als je dit figuur ziet, dan weet je dat ze hier vandaan komen. En elke klompenmaker heeft van oorsprong zijn eigen figuur erop. Ik zeg wel eens, dat is net de handtekening van de klompenmaker.